Dag Hans, de economie die lijkt voorlopig goed stand te houden, zeker in tijden waarin veel onzeker blijft als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar meer en meer horen we toch spreken over scenario's zoals in de jaren 70, waar er een hoog oplopende inflatie was en de wereldwijde economie in verval is geraakt. Laten we vandaag eens de macro-economische situatie analyseren. Hans Bevers, Chief Economist bij De Groof Peterkamp. We kunnen niet anders dan beginnen met de actualiteit. In de vorige video heb je verschillende scenario's uiteengezet over dat conflict in Oekraïne. Hoe kijken jullie nu naar de situatie vandaag? Het blijft onrustwekkend natuurlijk. Nu is de verwachting dat de Russische troepen toch zich massaal terugplooien weg van Kiev, weg van andere gebieden naar het oosten, naar het zuiden. Dus het beloven allerminst goede weken te worden, integendeel. Het ziet er niet goed uit op korte termijn. Misschien enig lichtpunt is daar wel die datum van 9 mei, die steeds meer naar voren wordt geschoven door geopolitieke strategen. Waarom eigenlijk? Ja, 9 mei viert eigenlijk, of herinnert Rusland eigenlijk de overwinning op Nazi-Duitsland, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is een feestdag, het is een belangrijke feestdag in Rusland. Dat is niet zo in West-Europa, waar eigenlijk die dag op 8 mei gevierd wordt. Maar het gaat altijd gepaard met enorme parades in Moskou, militaire parades. En er is een zeker geloof dat dit belangrijk is voor Poetin om een zekere overwinning, een soort van overwinning te kunnen claimen. Ik wil me daar niet te hard op vastpinnen, maar wel is het zo, denken we, dat Rusland zeker niet over oneindige middelen beschikt om deze oorlog te blijven voortduren. Ja, het conflict blijft onzeker. We weten niet echt wat er nu ook staat te gebeuren. We weten ook niet echt wat de impact gaat zijn. Anderzijds wordt er steeds meer die vergelijking gemaakt met de stagflatie in de jaren 70. Wat is jouw visie daarop eigenlijk? Ja, het is duidelijk dat er een aantal krachten aanwezig zijn die wel doen denken aan die periode. Dus mindere groei, hogere inflatie. Inflatie die voor langere tijd hoger zal blijven. Dus ik kan het in zekere zin begrijpen dat de referentie wordt gemaakt. Maar toch denk ik dat er een aantal belangrijke verschillen zijn die we toch niet mogen veronachtzamen. Ten eerste, ja, er is die lagere energieintensiteit van die economische activiteit. Ten andere is het ook zo dat in tussentijd Europese beleidsmakers echt wel inspanningen doen om verder komaf te maken met die energieafhankelijkheid en steeds minder in te zetten op fossiele brandstoffen. Ten tweede is het zo dat die lange termijn inflatieverwachtingen dat die echt nog wel onder controle zijn, zowel bij gezinnen als bij ondernemers als bij financiële markten. En dat is toch een heel verschil met de jaren 70 en begin jaren 80. En het is ook zo dat centrale banken daar echt op gefocust zijn. Zij proberen echt daarop in te zetten om te zorgen dat zich niet verankert in een opwaartse loonprijsspiraal bijvoorbeeld. Dat is een belangrijke focus. En een derde punt is toch dat die arbeidsmarkt veerkrachtig zou moeten kunnen blijven. In de jaren 70 zagen we dat de werkloosheid ook stevig opliep. Begin jaren 80 ook. We denken nu aan de hand van de vacaturegraad die we zien, de lage werkloosheid, de sterke werkgelegenheid, ja, dat die arbeidsmarkt toch veerkrachtiger zal blijken. We zitten in een heel andere situatie, dus allicht geen zo'n toestanden zoals in de jaren 70. Maar kunnen we enigszins wel inschatten wat de impact nu al is op zowel bedrijven als op gezinnen? Moeilijk. Het is duidelijk dat die fors gestegen energieprijzen wegen op de economische activiteit samen met die disrupties in die voorraadketens. Dat zorgt ervoor, die combinatie zorgt ervoor dat eigenlijk de koopkracht van gezinnen wordt ondermijnd, dat ook bedrijven echt wel geconfronteerd worden met hogere inputkosten. Dus ja, en het is ook zo dat verschillend anekdotisch bewijs toch in de richting gaat van een crisis hier en daar. Dat is zeker waar bedrijven of sommige bedrijven van gewag maken. En dat blijft ook heel nauwgezet opvolgen. Ten andere is het ook zo dat China voorlopig vasthoudt aan die zero-covid-policy. Een zeer strak beleid op het vlak van de pandemie. Kunnen ze dat volhouden? Het lijkt moeilijk te worden, maar nu weegt het echt wel op de economische activiteit. Je ziet dat ook nu in Shanghai, waar een nieuwe lockdown is geïntroduceerd. Dus er is nog zeer veel onzekerheid en die onzekerheid die weegt op het vertrouwen. En toch denken we nog altijd dat een echte recessie, en daarmee bedoel ik een recessie die ook echt impact heeft op de arbeidsmarkt en zo eigenlijk de ene domino-steen na de andere laat vallen, dat die nog vooralsnog kan vermeden worden. Maar ook hier moeten we met twee woorden spreken en uiteindelijk zal het verder verloop van die oorlog toch veel bepalen.
Hans, je verwees er daarnet al naar. De centrale banken die blijven een cruciale rol vervullen op dit moment. Ze houden ook vast aan hun strategie van renteverhogingen. Welke timings hebben we nu eigenlijk in zicht? Ja, dat blijven ze zeer duidelijk doen. Dus voor de Fed, die al een eerste renteverhoging doorvoerde in maart met 25 basispunten, gaan we nu uit van 2 extra renteverhogingen in mei en juni, telkens met 50 basispunten. Ook daarna gaat ze door. Dus het is heel duidelijk dat ook die Amerikaanse centrale bank die inflatie onder controle wil houden. En in Europa eigenlijk ook, hè. Dus met een beetje vertraging, maar ook hier is het duidelijk dat ECB-leden steeds vocaler werden met betrekking tot de verstrekking van het monetair beleid. Donderdag komt de ECB samen, allicht nog geen actie dan, maar het pad wordt wel geëffend voor een eerste renteverhoging. En het zou uiteindelijk niet mogen verbazen, moest die toch al in de zomer komen. Hè. Dus de volgende beleidsrentevergadering is op 9 juni. Krijgen we dan al actie of is het dan net na de zomer? Dat zullen we moeten afwachten, maar in ieder geval een verstrekking komt eraan. Centrale banken die op de rem gaan staan, hoger oplopende inflatie, lagere economische groei. Wat is de impact van al die factoren op jullie beleggingsstrategie? Voor een groot stuk hebben we daar al op geanticipeerd. Dus de voorbije weken, eigenlijk sinds de oorlog in Oekraïne, hebben we al verschillende momenten winst genomen eigenlijk, herhaaldelijk. En ja, het is inderdaad zo dat die economische tegenwind nog wel een tijdje zal blijven, dat inderdaad dat monetaire beleid verstrekt wordt. En in die omstandigheden denken we het niet dat vandaag echt het moment is om heel fors in te zetten op aandelen. Maar dat gezegd zijnde, we denken nog altijd wel dat aandelen op lange termijn de andere activa klassen zouden moeten kunnen overtreffen. En één belangrijke reden bijvoorbeeld is dat de bedrijfswinsten vooralsnog vrij goed op peil blijven. Hè. Het eerste kwartaal zal spectaculair zijn nog altijd als je het vergelijkt met het jaar voordien. Maar goed, de bedrijfswinst zal naar beneden komen, dat is duidelijk. Maar eigenlijk alles wat we tot nu toe zien, rapportering van bedrijven, communicatie, wijst er niet op dat we gaan naar een implosie van die bedrijfswinsten. Het zal duidelijk vertragen, duidelijk verlagen, maar een echte implosie zoals we in vorige crisis hebben gezien, dat zit er allicht niet in. En dat maakt ook dat we, als we dan uitgaan van het scenario dat die inflatiecijfers toch naar beneden zullen komen, dat ook een zekere zachte landing van die economie zou moeten kunnen gebeuren, dat we op lange termijn nog altijd geloven in de sterkte van die aandelen. Hans Bevers, bedankt voor deze update. Graag gedaan.